Stefaan Sintobin, 2019 wordt een belangrijk jaar met verkiezingen voor dit Vlaams Parlement. Maar laten we misschien eerst eens kijken naar de verkiezingen die we al gehad hebben, de lokale verkiezingen. U bent afkomstig van Izegem, maar u bent naar Brugge verhuisd. U hebt daar de handschoen opgenomen tegen N-VA. Hoe evalueert u nu het resultaat van die lokale verkiezingen? Ja, ik heb niet eindelijk de handschoen opgenomen tegen N-VA. Ik ben naar Brugge verhuisd op vraag van een aantal mensen om het Vlaams Belang terug op de kaart te zetten in Brugge. En dat ging niet specifiek, dat was niet specifiek gericht tegen N-VA, maar gewoon om het Vlaams Belang ginder te versterken. En ook omdat natuurlijk Brugge is de hoofdstad van West-Vlaanderen, is ook het grootste aantal kiezersaandeel. En ik denk dat wij daar toch wel een goed resultaat hebben neergezet, alhoewel het niet zo evident was. Men heeft er vooral in Brugge geprobeerd om burgemeestersverkiezingen van te maken. Het ging in de media en in de straat vooral over wie wordt er burgemeester. Het ging vooral over het postje van het burgemeesterschap tussen enerzijds Dirk De fauw, Paul Van den Driessche en Renaat Landuyt. En voor ons was het uiteindelijk niet evident om daar tussen te geraken, maar ik denk al bij al dat wij er toch in geslaagd zijn om ons zetelaantal in Brugge te verdubbelen, wat op zich een hele goede zaak is, waardoor we eigenlijk in de toekomst, in de komende 6 jaar, opnieuw constructieve, maar waar nodig ook harde oppositie te voeren. Ja, maar ik zeg N-VA natuurlijk, omdat Paul Van den Driessche daar geprofileerd werd als inderdaad kandidaat-burgemeester. Dat is de media-expert van N-VA, maar blijkbaar communicatie in de eigen stad lukt dan toch niet zo goed. Maar het is eigenlijk niet aan mij om uitspraken te doen over een collega van een andere partij, maar ik hoor zelfs nu nog dat er intern heel wat discussie is over de positie van Paul Van den Driessche als lijsttrekker bij de verkiezingen van oktober geweest. U weet dat vooraf er heel wat discussie geweest is, dat er ook enkele mensen vertrokken zijn bij N-VA, onder andere Hans Soete, die nu schepen wordt voor Open VLD, wat bijzonder cynisch is natuurlijk. En dat heeft niet gewerkt. Ik denk dat de figuur van Paul Van den Driessche nog altijd wat ter discussie staat. Niet alleen intern, maar ook bij de mensen zelf, bij het publiek zelf. Maar sowieso hebben wij, net zoals in de rest van Vlaanderen, net zoals in de rest van West-Vlaanderen, de stemmen teruggehaald van N-VA. Niet alleen omwille van het feit dat het om Paul Van den Driessche ging. Ja. Iedereen zegt in algemene analyse dat de winnaars van die lokale verkiezingen Groen en Vlaams Belang zijn. Terwijl alle partijen wel een beetje de overwinning claimen. Maar gaat u akkoord dat Groen en Vlaams Belang de twee tendensen zijn die er vooruit gaan? Absoluut. Als ik in mijn eigen provincie kijk, dan valt dit zeker niet te ontkennen. Niet alleen zijn Groen en Vlaams Belang de winnaars van de verkiezingen, maar is vooral N-VA de verliezer van de verkiezingen. Ik heb gezien in mijn eigen provincie, in de grotere steden Roeselare, Kortrijk, Oostende, Brugge. In Brugge, mijn eigen stad, verliest N-VA de helft van zijn zetels. Dus en Vlaams Belang zet een gemiddelde neer in de provincie West-Vlaanderen van 14,1%. Zelfs nog een procent meer dan het Vlaamse gemiddelde. En het is ook zo dat bijna in alle gemeenten waar wij als Vlaams Belang zijn opgekomen, dat wij een zetel of meerdere zetels hebben binnengehaald. In mijn eigen provincie West-Vlaanderen hebben wij, ik denk, 33 zetels bijgewonnen. Dus het was wel degelijk een overwinning voor het Vlaams Belang, ondanks dat men natuurlijk probeert van dat een beetje weg te stoppen. En vandaar natuurlijk de felle reactie van N-VA op sociale media, in campagnevoering, omdat zij ook wel beseften dat zij een deel van hun kiezers terug aan het verliezen zijn aan Vlaams Belang. Ja, een andere tendens is dat kiezers meer en meer de rug toekeren naar traditionele partijen en kiezen voor de extremen of de alternatieven, zowel links als rechts aan de rechterzijde. Hoe verklaart u dat, die wegtrekken van het centrum? Ja, ik heb het niet zo voor het woord extreem, maar het is wel zo dat eigenlijk de antipolitiek de afgelopen tijd opnieuw gevoed is. Ik denk een van de redenen daarvoor is het schouwspel, het spektakel dat we het afgelopen jaar gezien hebben. We zitten met een partij, N-VA, die met 1 voet in de regering en met 1 voet buiten de regering staat op federaal niveau. Er is ook de ganse kwestie rond de uitredingsvergoeding, die toch wel een schokgolf teweeggebracht hebben bij de publieke opinie. En het is duidelijk dat op zo'n momenten mensen zich afkeren van de traditionele partijen. Er is ook het algemeen ongenoegen. Ik verwijs naar de gele hesjes. Er zijn de stijgingen van de factuur, ondanks alle beloftes, ondanks De kracht van de verandering is het eigenlijk voor de gewone burger er niet echt beter op geworden. Men zegt wel dat er met de taxlift er een netto-inkomen meer is van een €100. Maar als men alle gestegen facturen naast het gestegen loon legt, dan denk ik dat men niet veel overhoudt. Er zijn heel wat mensen, en ik ken er persoonlijk ook, heel wat mensen die moeite hebben om inderdaad de eindjes aan elkaar te knopen. En dan is de stap naar wat u noemt de extremen vlug gezegd natuurlijk. Ja. Stefaan Sintobin, we hebben het gehad over de verkiezingen. Maar na die verkiezingen volgen coalitievormingen. Ja, en daar stuit uw partij opnieuw op dat cordon sanitair, ja, waar toch wel een beetje beweging in lijkt te zitten. Hè. Er zijn daar toch verschillende meningen over die aan het groeien zijn. Er zijn de twee cases, Grimbergen en Nienhoven. Hoe kijkt u aan tegen heel die discussie rond dat cordon sanitair? Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat het cordon sanitair eigenlijk een probleem is van de andere partijen en niet het probleem is van het Vlaams Belang. Eindelijk het cordon sanitair die ingesteld werd in begin de jaren 90 domineert eigenlijk al voor een stuk decennia lang de politiek in dit land en vooral de politiek in Vlaanderen, waardoor er eigenlijk onnatuurlijke coalities bestaan. Ik weet ook wel dat het cordon sanitair vooral leeft in hoofden van de partij, hoofdkwartieren van de topmensen van de partij. Maar ik weet uit ervaring ook dat bij kaders, bij leden, bij kiezers het cordon helemaal niet leeft. Ik zou trouwens willen voorstellen om niet alleen vervroegde verkiezingen te houden, maar ook een referendum. Of we kunnen misschien van verkiezingen een referendum maken over het cordon sanitair. En dan zal men weten, dan zal de publieke opinie weten, dan zal de voorzitters van de politieke partijen, zogenaamde democratische politieke partijen, weten dat het cordon niet leeft en niet gesteund wordt door de bevolking. Men heeft het natuurlijk in het leven geroepen om de steile opgang van het Vlaams Belang, Vlaams Blok toen nog, tegen te gaan. Ondertussen is dit volledig achterhaald, We zijn zelfs recent nog vrijgesproken door een rechter, waar we beschuldigd werden van racisme. We zijn ondertussen ook toegelaten op de boekenbeurs, omdat dat ook jarenlang een probleem geweest is. Dus er is absoluut geen sprake meer in de hoofden van de mensen van een cordon sanitair. Ik denk dat we daarvan af moeten, maar nogmaals, het is het probleem van de andere partijen. Als u ziet dat bijvoorbeeld Bart de Wever enorm veel moeite heeft om een coalitie te sluiten in zijn eigen stad Antwerpen en eigenlijk de verfoeilijke SPA er zal moeten bijnemen, dan lijkt mij toch de logische keuze van N-VA om in zee te gaan met Vlaams Belang. En we hebben gezien in Grimbergen, ondanks alle heisa die er rond gemaakt werd, uiteindelijk is het dan toch gelukt, zij via een achterdeurtje. Natuurlijk, politiek is een harde stil en er is toch wel wat politieke schade veroorzaakt. Hè? Want uw partij haalde 25% in de topdagen. Nu lijkt dat te stagneren op 10%, meer of minder. Ja, dat cordon heeft dan blijkbaar toch gewerkt. Hè? Ik bedoel, Bart de Wever zegt voortdurend van een stem voor het Vlaams Belang is een verloren stem. Ja, hij heeft ook gezegd dat een stem voor het Vlaams Belang een stem voor links was. Hij bewijst nu zelf dat een stem voor N-VA een stem voor links is. Met eventueel, waarschijnlijk wel, met de SPA in zee te gaan in Antwerpen. Er zijn trouwens tal van de gemeenten waar dat N-VA in zee in coalitie is gegaan met Groen, met de SPA. Dus ik denk niet dat Bart Wever nog recht heeft om te zeggen dat de stem voor het Vlaams Belang een stem voor links is. Maar ik ben met u akkoord dat het cordon sanitair niet in ons voordeel heeft gewerkt. Dat heeft het een tijdje wel gedaan, natuurlijk, omdat de publieke opinie de kiezers ontzagen als slachtoffer van het politieke systeem. Maar ik denk dat een van de sterkste, ook van het cordon sanitair, die ons het voordeel heeft gegeven om niet af te wijken van onze principes. En ik ben mij ervan bewust dat een aantal kiezers overgestapt zijn van het Vlaams Belang naar N-VA. Want als ik lees en zie wat sommige kopstukken van N-VA zeggen, dan is dit eigenlijk Vlaams Belangtaal dat ze spreken. Als Francken op een debat zegt van ik kijk en ik luister naar wat het Vlaams Belang zegt en ik leer daaruit, dan denk ik toch dat wij op de goede weg zijn. En ik moet zeggen, dat is altijd onze visie geweest. Vlaams Belang is er niet op uit, enkel en alleen op uit, om ergens in een meerderheid te zitten. Wij willen ons programma uitvoeren en wij merken dagelijks, wekelijks, al jaren aan een stuk, dat een aantal punten, een aantal programmapunten van onze partij zijn uitgevoerd. Ik verwijs naar het vermadelde 70-puntenplan, waar ondertussen, ik denk ongeveer een 30-tal punten reeds zijn uitgevoerd door andere partijen. Dus wij wegen wel degelijk op de politiek in het land. Ik denk dat de afgelopen weken het mooiste bewijs waren. We zijn er zelfs in geslaagd, als ik dat woord mag gebruiken, om een regeringspartij ontslag te doen nemen uit een federale regering. Het Hanse Marrakesh-verhaal. Wij zijn het die eindelijk de lont aan het kruidvat hebben gestoken. Wij zijn het die de zweep erop gelegd hebben. Wij zijn het die samen met een aantal andere verenigingen N-VA eigenlijk hebben doen hun mening erzien, want ze hebben er 2 jaar lang niks mee gedaan. En uiteindelijk zijn ze uit de regering gestapt. Dus ja, wij wegen wel degelijk op de politiek. Die overwinning, die Marrakesh-overwinning, claimt u voor uw partij? Absoluut. Is dat het antwoord op Theo Francken die zich aanschurkt tegen het Vlaams Belang en inderdaad niet bang is om daar een aantal standpunten over in te nemen? Ja, ik weet niet als Theo Francken zich van bewust is dat hij zich aanschurkt tegen het Vlaams Belang. Hij wordt wel zo in de media gezet natuurlijk. Het is natuurlijk een kwestie van politieke strategie. Men heeft gezien, N-VA voert regelmatig interne peilingen uit, of voert vele peilingen uit, en zal de afgelopen maanden, de afgelopen jaren, en zeker na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, gezien hebben dat een aantal N-VA-kiezers terugkeren naar het Vlaams Belang. En vandaar natuurlijk de strategie van Francken om te proberen die kiezers met forse taal, met forse... ja, hoe moet ik het gaan zeggen, forse beleidsdaden, toen hij nog staatssecretaris was, die kiezers terug te halen van het Vlaams Belang. Ik denk dat dat strategie is. Forse taal van Francken, verzoenende taal van Bart de Wever en proberen de boel samen te houden en kiezers van verschillende kanten te recruteren. Ja. Ja, Stefaan Sintobin, dit parlement en de Vlaamse regering heeft heel wat energie gestoken in het maken van een energiepact. U bent er een aantal keer actief in tussengekomen, er zijn ook nogal wat harde woorden gevallen. Een van de thema's daarbij is onder meer kernenergie en ja, de continuïteit van stroomvoorziening en de stroomonderbrekingen waarover zoveel sprake is. Uw partij is voor kernenergie. Well, mijn partij is voor betrouwbare energie, duurzame energie, haalbaarheid, betaalbaarheid. En natuurlijk, wij zijn voor een en-verhaal. Wij zijn niet alleen voor hernieuwbare energie. Wij erkennen de meerwaarde van hernieuwbare energie. Maar wij zijn ook voor kernenergie, voor het openhouden van 2 centrales van de jongste generatie. Omdat wij inderdaad anders zouden geconfronteerd worden of wellicht zouden geconfronteerd worden met een stroomtekort. Het is niet normaal dat wij anno 2018... gascentrales zouden moeten opstarten, die heel vervuilend zijn trouwens, die heel veel CO2 uitstoten. Het is niet normaal dat wij stoomboten of stroomboten zouden moeten terug op gang brengen. Het is niet normaal dat wij motoren van straaljagers zouden moeten gebruiken om een gebrek aan energie, aan stroom te kunnen leven. Het is ook niet normaal dat wij al onze energie, al wel een rood stuk, en dat is het cynische van het verhaal. Een groot stuk van onze energie komt uit het buitenland, komt uit Frankrijk en komt van kernenergie. Plus 2 kernenergie. Zelfs de groene jongens moeten toegeven dat kernenergie het minst vervuilend is van allemaal. Ik heb onlangs nog een documentaire gezien waar bepaalde landen, ik noem Finland bijvoorbeeld, resoluut kiest voor nieuwe kerncentrales te bouwen zelfs. Dus het is voor ons een en-verhaal en vooral in het belang van de consument, van de burger, die dus betaalbaar, duurzaam, maar ook zekerheid dat hij, wanneer hij het licht aansteekt, dat het licht ook brandt. Ja, maar daarmee zit uw partij eigenlijk ja, bijna op dezelfde lijn als de N-VA, die ook pleit voor een soort continuïteit in die kernenergie. Klopt. klopt. Alleen is het een beetje spijtig, vind ik, dat N-VA dit niet altijd op het juiste moment zegt. Men zegt dit voor de camera, men zegt dit voor een bepaald publiek, men zegt dit binnenskamers, maar als het erop aankomt om het hier in het parlement te zeggen, dan is men heel wat voorzichtig. Maar vroeg of laat zal men toch kleur moeten bekennen, want de kernuitstap komt dichterbij. Normaliter is dit al gestemd, maar natuurlijk dat kan teruggedraaid worden en eenmaal er zal moeten beslist worden over de effectieve datum van de kernuitstap, dan zal N-VA moeten kleur bekennen. Maar ik ken de collega's van N-VA die zich gespecialiseerd of die specialisten zijn in het beleidsdomein energie, die dus inderdaad ook van mening zijn dat het een en-en verhaal is. Het is misschien een simplisme, maar het is wel zo. Hernieuwbare energie is vooral zon en wind. Er zijn ook momenten dat er geen zon is en dat er geen wind is. En dan moeten we kunnen terugvallen op iets anders en niet op gascentrales die enorm vervuilend zijn. Ja, maar u noemt inderdaad al die kleinere alternatieven, maar dat zijn eigenlijk tijdelijke oplossingen die absoluut passen in een transitieperiode. Ik bedoel, ja. Je moet, als je dat beleid wil uitvoeren, ja, moet je een aantal van die beslissingen nemen. Ja, die zijn... Het is een politieke keuze dat je moet maken natuurlijk. Ofwel haalt men ervoor en zegt men, we zitten in een transitieperiode, we gaan voluit voor hernieuwbare energie, maar ik geloof er nooit in dat we tegen 2025, 2030 er zullen in slagen met alleen maar hernieuwbare energie bevoorradingszekerheid te leveren. Maar inderdaad, de keuze voor kernenergie moet politiek beslist worden. Dat zal ongetwijfeld in het parlement komen. En ik vind dat wij die keuze moeten maken, dat dat de enige juiste keuze is. En dat mensen die absoluut niet... Het is trouwens ook een beetje eigenaardig. Dat groen bijvoorbeeld, en dan, wij zijn ook geen klimaatnegationisten. Hè. Men gaat er soms vanuit, omdat je voor kernenergie bent, dat je tegen hernieuwbare energie bent en dat je eigenlijk niks gelooft van de klimaatverandering. Dat klopt helemaal niet. Maar het is wel een juiste keuze en een keuze naar de toekomst toe. Een combinatie van de twee. Ja, het meest merkwaardige blijft toch dat naar de particuliere consument toe, naar de burger toe, dat er nog altijd geen enkele transparantie is in prijsvorming en in wat men betaalt voor die energie. Men zegt nu van, ja, de distributiekosten van elektriciteit zal met €40 dalen, maar het is niet zeker dat dat ook in uw factuur zal te zien zijn. Nee. Ja, mensen zien alleen maar dat die factuur stijgt eigenlijk. Ja, het is heel opmerkelijk. Het is vooral, voor de consument is het vooral de factuur zelf die echt niet transparant is. Ik zeg altijd zo met een boutade, je moet eigenlijk al gestudeerd hebben om je factuur te begrijpen. En dat komt natuurlijk omdat amper, ik denk ongeveer een 30% van de factuur enkel en alleen bestaat uit de energie, dat de rest allemaal BTW is, distributiekosten, en ga zo maar door. Er is nu inderdaad sprake dat er een kleine daling zou zijn van de factuur, van de distributienetkosten, alhoewel het reeds wordt aangevochten door de distributienetbeheerder. Die zeggen nee. Dus dat valt nog even af te wachten wat daar mee gebeurt. Maar het is in ieder geval zo dat er moet gewerkt worden aan een transparante factuur, waardoor de consument inderdaad kan zien wat hij effectief verbruikt en wat hij effectief betaalt voor elektriciteit. Okay. Hopelijk kan de digitale meter daar een oplossing, toch een deel van een oplossing voor bieden. Maar ook dat verhaal is uitgesteld naar een later tijdstip. Okay. Er zijn al eerder in dit land parlementen geweest die decumulregels hebben vastgelegd. En weet u waarom het niet lukt in Vlaanderen, collega's? Ik vind het schrijnend voor de meerderheidspartijen, voor de CD&V, meneer Van den Heuvel, en ook voor de VLD. Want dit voorstel is wel degelijk getoetst door de Raad van State. 2 keer. En wat mij stoort, collega's van de N-VA, is dat jullie 6 jaar lang afgesproken hebben het communautaire steken in de diepvries. En weten wanneer u het boven haalt? Als het gaat over uw eigen postjes, over uw eigen mandaten. Dan haalt u het communautaire boven. Dit is, collega's, de kracht van de zelfbediening en niet de kracht van de verandering. De kracht van de zelfbediening. Stefaan Sintobin, we hebben u ook gevraagd van een eigen fragment mee te brengen of uit te kiezen. U hebt het ons niet gemakkelijk gemaakt. U hebt gekozen voor een ingewikkeld verhaal. De decumulregeling in het Brussels parlement. In dit ingewikkeld land met al zijn instellingen en zijn lasagnes, zoals we dat noemen, van de ene laag boven de andere. probeer u kort dus te schetsen wat het over gaat. Eigenlijk zo ingewikkeld is het niet. Het heeft te maken met de wantoestanden in Brussel die we gekend hebben in begin dit jaar. Onder andere, ik verwijs daarvoor naar Samusocial en zo. En toen wilde men ook in Brussel, onder andere in het Brussels parlement, een aantal maatregelen nemen om bepaalde wantoestanden terug te schroeven. En een van de voorstellen die men deed in het Brussels parlement was de decumul. Wat betekent dat een Brussels parlementslid geen lokaal mandaat meer kon uitoefenen. Dat zou dan maken dat die... Dat zou dan maken dat de Vlaamse parlementsleden die in het Brussels parlement zitten ook geen mandaat meer zouden kunnen, geen lokaal mandaat meer zouden kunnen uitoefenen, waardoor eigenlijk de invloed van de Vlaming in Brussel nog zou verminderen. En vandaar dat hier in het Vlaams parlement een belangenconflict werd ingediend door het Vlaams parlement, of toch door een aantal meerderheidspartijen. Maar de linkse partijen, Groen en SPA, wilden niet meestemmen met dit voorstel. En vandaar dat de meerderheidspartijen met de N-VA op kop bij ons zijn komen aankloppen, omdat ze onze stemmen nodig hebben om dat belangenconflict te laten doorkomen. En ik heb dat eindelijk aangegrepen om te tonen hoe hypocriet men eigenlijk soms kan zijn. Ik val een beetje terug op het eerste onderwerp over het cordon sanitair. Men past het cordon toe wanneer het past, maar men laat het ook los wanneer het in hun eigen voordeel is. Dus ik vond dat wel een merkwaardig moment dat meerderheidspartijen hier in het Vlaams parlement toch tevreden waren dat het Vlaams Belang hun voorstel steunde, waardoor eigenlijk een wachttijd, en het is nog altijd hangende, heb ik deze morgen nog gelezen, waardoor eigenlijk de beslissing van het Brussels parlement nog voor een tijd wordt uitgesteld. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat wat betreft decumul, maar dat is een hans discussie apart, maar juist in dit geval ging het er voornamelijk om eigenlijk de Vlaamse parlementsleden en de Vlaamse invloed in Brussel toch wel te beschermen. Ja, het blijft opmerkelijk dat zo'n barstje in dat cordon eigenlijk in de media relatieve stilte passeert. Ja, dat klopt, inderdaad. Ik had ook wel gedacht op dit moment, wij hebben er ook alles aan gedaan om dat toch in de openbaarheid te brengen, maar het werd door veel media niet opgemerkt. Het was waarschijnlijk niet sensationeel genoeg, ik weet het niet. Maar soms kleine barstjes zorgen ervoor, kleine scheurtjes zorgen er soms voor dat het een grote scheur wordt. En ik zeg nogmaals, het past in een aantal zaken. Ik heb daar juist verwezen naar Grimbergen, Nienhoven. Ik denk dat het iets is van lange duur, lange adem, maar dat het ook een kwestie is van dominostenen. Wanneer er één grotere dominosteen zal vallen, dan zal de rest ook wel automatisch vallen. Ja, maar u hebt die problematiek nu geschetst. Was het toch niet een beetje kiezen tussen de cholera en de pest? Want die decumul zou er toch al voor zorgen dat mensen die burgemeester zijn niet kunnen in die Samusocial gaan zetelen. Dus je zou wel een aantal dingen kunnen ontmijnen. Ja, klopt. De kwestie of de discussie rond de decumul moet natuurlijk op een ander moment, waarin zijn totaliteit gevoerd worden, om eigenlijk, en u hebt het zelf gezegd, een ingewikkeld verhaal, om eigenlijk te zeggen, wij, Vlaams parlement, zijn tegen decumul. Dat was eigenlijk de kwestie niet. De kwestie was vooral om de Vlaamse minderheid in Brussel te verdedigen en de bevoegdheden, of toch de Vlaamse parlementsleden in het Brussels parlement ervoor te zorgen dat zij ook nog de Vlaamse stem in Brussel konden laten horen. Decumul is een ander verhaal, dat moet in zijn totaliteit bekeken worden, moet in de verschillende parlementen, moet misschien samen met de discussie over de uittredingsregeling worden bekeken. Men heeft het nu altijd over die uittredingsregeling, maar men zou evengoed het kunnen hebben over decumul ook. Vrachtwagenchauffeurs liggen niet wakker wiens bevoegdheid dat het is om hun een veilige nacht te garanderen natuurlijk. 2, ik ben wel met uw akkoord wat betreft de beveiliging van snelwegparkings en andere maatregelen die u neemt op Vlaams niveau, dat dat gewoon symptoombestrijding is natuurlijk. Hè. Want als we die snelwegparkings beter gaan beveiligen, nemen ze het openbaar vervoer, de trein, de bus en proberen ze toch in Zeebrugge of Oostende te geraken. Ja, Stefaan Sintobin in onze redactie koos als fragment voor u een verwijzing naar de vele incidenten op de snelwegparkings die er zijn met transmigranten. Een beeld dat veel mensen zal bijblijven als het gaat over 2018. Maar ook de beslissing van een aantal burgemeesters die een verantwoordelijkheid nemen, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op hun grondgebied en die dan die parking sluiten. Hoe kijkt uw partij daar tegenaan? Eerlijk gezegd, de beslissing om parkings te sluiten Ik begrijp wel de lokale overheden die dit doen en die zeggen het is onze bevoegdheid en wij willen onze mensen en onze gemeenten beschermen. Maar ik denk niet dat het sluiten van de parking de juiste beslissing was, omdat het verschillende gevolgen heeft. Ik ken er zelf een aantal langs de autostrade die dus effectief gesloten zijn. En het gevolg ervan was dat langs de autostrade het vol met vrachtwagens stond, wat alleen nog de situatie gevaarlijker maakte. Ook heel wat vrachtwagens die eigenlijk sluipwegen zijn gaan gebruiken en zich gaan parkeren in dorpskernen en dergelijke. Dus absoluut niet de juiste beslissing. Maar de schuld ligt natuurlijk niet bij de lokale burgemeester, de schuld ligt bij de federale overheid. Men doet aan symptoombestrijding, maar men zorgt er niet voor, want het gaat over illegalen, het gaat in feite niet over transmigranten. Men moet zorgen dat er die illegalen niet binnenkomen in het land. En als die illegalen dan sowieso binnenkomen in het land, dan moeten ze op de plaats waar ze moeten asiel of kunnen asiel aanvragen. Want al die illegalen of die transmigranten, zoals men ze noemt, hebben enkel maar één doel. En dat is naar Engeland, de oversteek naar Engeland maken. En ik kan u verzekeren, als Bruggeling in Zeebrugge hebben wij heel wat problemen met illegalen. Dus ik denk dat er andere oplossingen zijn dan parking sluiten en dergelijke meer. Men heeft al van alles geprobeerd, maar men stopt de toevlucht niet van de illegalen, van de transmigranten. Men moet het probleem bij de wortel aanpakken. Ja, het punt is natuurlijk dat heel die problematiek van migratie en illegale migranten overheerst wordt door perceptietoestanden. Dit is er zo een van. Mensen krijgen dan het idee dat ja, al die mensen gewelddadig zijn en per se willen op die vrachtwagens naar Engeland gaan. Fundamenteel blijft het zo dat men geen vat krijgt op die mensensmokkelaars. Dat men geen operationele greep krijgt om die mensen terug uit het land te zetten, hè, want die blijven terugkeren. Dat men binnen Europa eigenlijk ook geen coherent beleid kan voeren, want men ziet de splitsing tussen ja, toch meer west- en oostelijke delen van Europa. Ja, wat is daar dan een fundamentele oplossing voor? Ik wil niet gezegd hebben dat per se alle illegalen criminelen zijn. Dat heb ik zeker niet gezegd, maar er moet inderdaad een aanpak komen waardoor illegalen het land niet binnenkomen of toch minder binnenkomen. En u verwijst zelf naar een aantal andere Europese landen waar men er blijkbaar wel in slaagt om illegalen tegen te houden aan de grens. Ik denk aan Oostenrijk, ik denk aan Hongarije, ik denk aan Polen. Ik denk dat het feit dat er zoveel illegalen... Het is natuurlijk ook de kortste weg naar Engeland. Dan moeten we onze geografische ligging brengt op dat vlak niet veel voordelen natuurlijk. Maar het is aan ons land en ook aan de buitengrenzen van Europa dat de illegalen moeten worden tegengehouden natuurlijk. En dan is er natuurlijk ook het terugkeerbeleid dat eigenlijk mank loopt. Het is enorm moeilijk om mensen terug naar hun land van herkomst te brengen. Ik weet dat er nu wel een aantal akkoorden gesloten zijn, maar dat stopt de toevloed. En er is ook de problematiek van de mensensmokkelaars die heel inventief zijn om mensen naar hier te smokkelen, om de oversteek naar Engeland te maken. Maar ik denk een strenger asiel- en migratiebeleid moet er toch in slagen om de toevloed te stoppen. En nogmaals, deze illegalen kunnen altijd, als ze willen, asiel aanvragen. Hè. Ja, maar in elk geval, die problematiek zal blijven belangrijk zijn of prioriteit eisen in 2019. Absoluut. En ook bij de komende verkiezingen. Ja, ja, zeker, dat zal zeker nog een rol spelen. Maar we zijn er ook voorstander van om de mensen zoveel mogelijk in landen omringend aan hun thuisland onder te brengen en ervoor te zorgen dat ze daar een goed onderkomen of een deftig leven hebben, in de plaats dat we ze naar hier halen. Want het is gewoon import van armoede dat wij naar hier brengen, met alle gevolgen van dien voor onze samenleving. Er leven in dit land naar schatting ongeveer 300.000 illegalen. Er komen er jaarlijks nog tientallen duizenden bij. Dus onhoudbaar, onhoudbaar voor onze sociale zekerheid en zorgt op den duur voor de ontwrichting van onze maatschappij. Ja. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek, Stefaan Sintobin. En de rest was enkel nog u het beste te wensen voor 2019. Dank u wel.